Na metrostation Beurs komt er nog voor de zomer ook op andere stations gratis wifi. Bovendien wordt het ingebouwd in alle trams en metro's. Reizigers hebben zo gedurende de hele reis toegang tot internet. Directeur Pedro Peters zegt dat de RET daarmee het eerste OV-bedrijf van Europa is dat dit aanbiedt.